Ik geloof in de schoonheid van de creatie. En wat is dan de creatie? Wat Dat bedoelt zijn u wij, daarmee? dat is alles wat ons omringt. Dat is u, dat is ik, dat is alles wat is en nog kan zijn. Émerveillement, être émerveillé, zeggen ze in het Frans. Verwondering. En ook een. Ik hoop dat ik dat altijd behoud, die kinderlijke verwondering. Zoals Jezus zei: laat de kinderen tot mij komen en dergelijke. Nadia Dalla is schrijver en journalist. Haar vader was een moslim uit Marokko. Haar moeder een katholiek uit Vlaanderen. Zelf is ze zoekende. Wat geloof ik? Wie ben ik? Een verlangend credo. Er is niets eenduidigs. Mijn familie langs vaders zijde, de moslims, hebben mij altijd perfect gerespecteerd voor alles wat ik wilde geloven of niet wilde geloven. Dat ik niet meedoe aan de Ramadan en dergelijke meer. Er is nooit enige bekeringszucht geweest. En eigenlijk hebben ze mij altijd meer omhelst en aanvaard, vind ik. Ook in de Arabisch-Islamitische wereld. Dat is zo'n beetje de one drop of blood theory dat je ook in de Verenigde Staten hebt met de African Americans. Het lijkt alsof men aangeeft van, er zit één druppeltje, alleen meerdere, de helft. Arabisch-Islamitisch bloed in jou, dus... Come on. Oh ja. En je anders, hoort er nog een beetje bij. Andersom was het zeker niet, dat er één druppeltje nee, Vlaamse bloed in nooit. Zat. Nee, je bent bevuild. En eigenlijk die thema's, dat klinkt heel hard om te zeggen, maar ik heb dat wel echt zo beleefd. Ik heb dat echt zo aangevoeld. En vandaag de dag is het nog altijd een beetje zo, maar ben ik al wat ouder. Die thema's verwerk ik wel vaak in mijn romans. Ik heb twee romans geschreven. De eerste ging over een moeder-dochterrelatie. Zeer katholieke moeder, met haar dochter. En de tweede over een relatie tussen twee zussen. En dat ze zich willen bevrijden van die zonde waarvan dat je niet weet van waar ze komt of wat dat je hebt mispeuterd. Dat zit daar wel altijd wat in vervat. En soms kijk ik naar mijn schrijfsels en denk ik, wauw, Nadia, het zit nog altijd heel diep. Ja. Maar je hebt wel een beetje zo geprobeerd om islamitisch te bidden. De katholieke milieu waaruit u kwam, ja, dat, is daar nog iets van achtergebleven waarvan u denkt... Ik heb een heel mooie bijbelvertaling bij mij thuis liggen die een vriendin mij heeft gegeven. En ik durf daar echt in lezen voor inspiratie. Ik vind dat zeer mooie teksten. Zolang je ze niet letterlijk interpreteert, vind ik het Nieuw Testament, Oud Testament, sommige. Vind ik heel mooie, heel wijze teksten. Waar iedereen eigenlijk inspiratie uit zou kunnen halen. En je zielenheil is wordt heel zwaar onderschat hoe belangrijk dat is. En we besteden er zo weinig aandacht aan. Wat bedoelt u met zielenheil? Je ziel. Je innerste ik. Ik denk dat we... Dat die oude religies, of de drie monotheïstische religies en misschien nog het boeddhisme, zeer goed wisten waar de mens naar op zoek is, waar die nood aan heeft. En ook hoe een mens zich inschrijft in een gemeenschap. En we zijn daar ook op voorgeprogrammeerd. We zijn sociale wezens. We hebben een cohesie en een binding nodig. En dat we niet alles alleen kunnen. En het is mooi om aan te voelen dat je een deel bent van iets veel groters dan jezelf. En dienen is een lelijk woord geworden. Mens zijn voor elkaar, goed zijn voor elkaar. Ja, wat is God de Vader? Waarom noemen we die God de Vader? Vrede vinden in jezelf en in een ander. Islam, salam, vrede. Dat bevorderen en in je dragen en elkaar opvangen. Ja, de hemel op aarde mee creëren klinkt allemaal heel groot. Maar dat is de schoonheid. Als dat gebeurt of als je daar iets van ziet. Ja, en daar hoef je geen camera op te zetten. En dat kan in een mini seconde, of dat kan zo heel snel gebeuren. Gewoon dat mensen of iemand aanmoedigen waardoor je een verschil maakt bij iemand.